Het project wat ik heb gemaakt heet Heatwave. En wat ik doe is ik film met behulp van een warmtebeeldcamera de mensenstroom die door de kleine berg heen gaat. Het bijzondere van een warmtebeeldcamera vind ik dat je dat warmte vertaald wordt in beeld. Het is ook natuurlijk een vrij koude periode zo begin november en dan is het ook passend om juist dat als argument te nemen. Ik haal mijn inspiratie eigenlijk vooral uit mijn directe omgeving. Wat ik vaak doe is dat ik eigenlijk probeer de essentie van iets te vinden. En om die in beeld te brengen moet ik vaak heel veel weglaten. Nou, Heatwave past ook een beetje in een serie werken, waarbij ik eigenlijk een deel van de realiteit isoleer en dat tot iets zelfstandigs maak. En dat doe ik in ander werk, bijvoorbeeld met andere vormen van projecties, onder andere met overheadprojectoren en diaprojectoren. Waarbij ik direct door levend materiaal heen projecteer. Maar waarbij het me vooral ook weer om de soort choreografie van de realiteit gaat. Er zit niet een speciale boodschap in mijn werk. Het gaat toch vooral over mijn eigen verwondering die ik graag met andere mensen wil delen. In feite gebruik ik het publiek zelf als materiaal. Dus de mensen, als er geen mensen zouden zijn, dan zou het hele werk niet bestaan. Dus het gaat me eigenlijk ook om van hoe beweegt zo'n massa zich door die straat. En hoe kunnen die beelden die ik dan projecteer, daar eigenlijk dat proces als het ware op beïnvloeden. Dat het een soort katalysator is van diezelfde beweging. Ik zoek vaak een soort van kortsluiting eigenlijk, een soort kopstart momenten.